Vandaag gaan we lekkere pesto klaarmaken. Pesto kunnen we eigenlijk overal krijgen. Heel veel te kopen in de supermarkten. Maar waarom koop als je het zelf zo'n eenvoudig recept kan klaarmaken en goed bewaren? Waarvoor hebben we nodig om een goede pesto te maken? Basilicum, olijfolie, pijnboompitten, parmigiano. En een van de gouden tips wat ik jullie nu ga leren, is eigenlijk look. Die gaan we eigenlijk koken. Dat geeft eigenlijk een verfijning van smaak aan onze pesto. Een klein beetje schoet, hoef ook nog geen zout of zo te... Die gaan we eigenlijk al pellen. We gaan er ongeveer 2 teentjes doen. We gaan ook hier een 200 gram basilicum gebruiken. Liefst eigenlijk van die jonge basilicum, van die kleine bladjes, eigenlijk ook omdat het ook een verfijning smaak heeft. De grote bladjes altijd even meer een sterkere smaak. Ondertussen ons water en koken gaan we onze look plaatsen. Ongeveer in 2-3 minuutjes. Die geur eigenlijk een van mijn favoriete ingrediënten in de keuken. Vooral als je van Zuid-Italië komt, tomatensaus met pesto. Ze maken ook in Zuid-Italië veel pesto rosso. Sowieso wordt er eigenlijk basilicum, maar verse tomaten gebruikt. Pesto komt van het woord pestare, stampen. Het heel voornaamste is altijd om pesto te gebruiken, goede olijfolie. Olio extra virgin olive. Gaan we een klein beetje al nu plaatsen. Dan wordt het te vettig straks. Dan is het eigenlijk ook gemakkelijker te stampen. Dan pijnboompitten, in Italiaans pinoli. Hier ongeveer een 30 gram. Die mogen we wel in één keer plaatsen. Onze parmigiano. Hier hebben we een parmigiano reggiano genomen. Meer gedroogd. Niet te vers, anders gaat het eigenlijk een klein beetje, als je het moet bewaren, een klein beetje ook schimmel maken. Zo, dat is niet de bedoeling. Of je kunt ook eventueel een pecorino vervangen. Onze look gaan we nemen. Goed gekookt. En die gaan we wel in één keer plaatsen. We gaan eigenlijk de parmigiano en olijfolie in 2 keer delen. Als we nu allemaal, krijgen we een dikke massa en weten we niet hoeveel olijfolie dat we er moeten bijpassen. Het is niet de bedoeling dat je een vettige pesto krijgt. Hier heel voornaamste stampen. Olijfolie. De rest van de parmigiano. Dan ga ik zelfs nog iets toevoegen. We gaan hier een klein beetje liefst bladpeterselie. De krulpeterselie heeft meer een sterkere smaak. En waarom gaan we het eigenlijk plaatsen? Om je pesto mooi groen te maken. Dat is eigenlijk de mooiste manier om pesto te maken. Je ziet ook, als je eigenlijk stampt, dat je zelf het resultaat gaat zien. Een klein beetje nog. Je zou eigenlijk ook deze in een mixer kunnen doen, maar dat is altijd heel gevaarlijk. Je zou eigenlijk, als je een mixer gebruikt, stilletjes aan, die moeten malen, want als je het eigenlijk dadelijk laat doen, de motor zelf die wordt eigenlijk warm en dan gaat eigenlijk je basilicum verkleuren. En zo op deze manier is dat heel origineel en blijft het eigenlijk ook mooi groen. Het mooiste vind ik altijd dat je basilicum niet te fel moet stampen, anders heb je geen structuur. Heel, heel tof. De basilicum, die pijnboompit die je nog voelt. De mond, dat is een pesto met karakter. We zijn eigenlijk klaar om onze pesto te bewaren. Zo ongeveer kun je dat gemakkelijk 2-3 weken in de koelkast bewaren. Of je kan ook pesto in de diepvries plaatsen. En nog iets om dat goed te bewaren. Ik heb gezegd, ongeveer 2-3 weken bewaart dat zeker goed. En een klein beetje zeezout. Beter een klein beetje olijfolie. Ziet je die olijfolie erover? En je ziet ook, die is niet eigenlijk groen gelijk anders. Maar deze gaat u zeker goed bewaren. Echt is prachtig. Een mooie foto nog. Perfect. Jullie gaan dat ook straks doen. Succes met het recept. Ciao, amici.